Yo, kijkers van Producer Minecraft, welkom terug bij een nieuwe episode van Ark Survival Evolved. En is dit nou een raar gezicht of niet? Ik heb Jumbo Jet en Warbird in een klein hokje gestopt, want ze gaan eventjes breeden. Even kijken, kan ik nog de muur neerzetten? Want... oh ja, dat kan. Nice. Oeps, verkeerde plek. Oh god. Well, whatever. Het is niet zo heel belangrijk. Kan ik hier? Nee. Misschien zo? Nee. Nou, maakt niet uit. Ze kunnen er waarschijnlijk niet uit. Ik neem aan dat ze er niet uit kunnen. we gaan deze. Enable wandering. Enable wandering. Uh-oh. Nu ga ik erin staan. Oh, they're doing it. They're doing it. Geweldig. Oh, het gaat nog best hard ook. Lol. Hij gaat trouwens op neutral. Zelfs op passive. Was hij eigenlijk op? Passive, oké. Okay. Oh jee. Ho, ho, ho. U. Blijf zitten. Jeetje, hij begint te bewegen en meteen vriest dit. Nou ja. Nou, ze kunnen niet echt goed bewegen hier. Dus op zich zal het geen probleem zijn dat ze rondlopen. Ik denk niet dat ik constant op U hoef te drukken. Oeh. Ik heb dit hokje hier gauw even gebouwd voor deze twee. En misschien nog voor andere dino's. Die ooit gebreed moeten worden. Dus dit wordt een breeding hokje. We zijn al op de helft. Gaat lekker snel. Kwestie van wachten. Het duurt niet zo heel lang. Het gaat echt heel snel. Zou dan misschien komen omdat het tamingbalkje nog hoog staat. Oh jee. Blijf wel even zitten. Goed zo. Gelukkig proberen kwetsels ook niet zoveel te lopen als dodo's. Ho. Zit. Zit stil. Zit. Huh? Er zit Warbird. Rustig aan, hé. Hey. Je kan er toch niet uit voorlopig. Oh, zit jij. Het is verboden om naar de wc te gaan. Ah, hij wil er wel uit. Kom op, je wil toch wel met Jumbo Jet meten. Je wilt toch wel een kleine kwetsel krijgen. Ik beloof je dat ik er beter op zal passen als op de dodo. Oh, heb jij level? Nee, oké, okay, bijna. Oké, okay, het eindje is bijna uit. Ja hoor, daar is die. Oh, laat me erbij. Ah, vreselijk. Jij, kom maar uit. Ach, het eitjes hebben we vrij veel health. En bij het uitbroeden van dat eitje gaat er toch niks af. Ja, de Disable Wandering. Allereerst. Ah, rap. Rip de lek. Nou ja, ik ga het eitje halen. Ik ga het uitbroeden. En ik ga er in ieder geval beter op passen als op die dodo. Dus dat komt goed. LBRB. Blijkbaar, ik heb het even opgezocht. En blijkbaar heeft een kwetsel egg. De temperatuur moet daarvoor tussen de 5 en de 6 graden liggen. Celsius. Dus ja, dat gaat dus niet in een hokje waar het altijd 25 graden is. Dus daarom heb ik Jumbo Jet gepakt. Heb ik er een platform saddle gegeven. Heb ik dit mooie hokje erop gebouwd. En ga ik eens kijken of... oeps. Of ik aan die temperatuur kom. Heel erg hoog. Ik zou als het goed is Ice Cube moeten zijn bij 5 graden. Oh, verkeerde knop. 19. Ik ben bang dat ik het niet ga redden. Zo heel hoog. Oh. Nee. Ik zit nu op tegen het dak van de wereld. En het is nog steeds 18 graden. Dus... even wat denken hoor. Misschien boven de zee. Wordt het al iets kouder? Nee. Dat werkt dus ook niet.
Dan kan ik nog boven de vulkaan proberen. En anders, als dat echt niet gaat, dan doe ik het boven de sneeuwbiome. Ik weet zeker dat het daar gaat. Maar de vulkaan is dichterbij, dus ik ga het eerst daar proberen. Ik ben er vast wel als. Ik ben er al als Ice Cube geweest bij de vulkaan, dus ik weet zeker dat het gaat lukken. Maar dan zitten we wel met een ander probleem. En dat is als het eitje uitkomt, dan heeft dat beest natuurlijk eten nodig. Dus daarom ga ik eerst met Warbird even. Of nee, met Jumbo Jet even wat vlees moeten halen, wat dingen killen. En dan hopen dat mijn structuur niet kapot gaat trouwens. Oeh. That's a thing. Dat had ik niet aan gedacht. Nou ja. Dat maakt niet zoveel uit op zich. De bouwmaterialen kan ik heel makkelijk krijgen. Dat is alleen maar thatch, wood, klein beetje wood en een beetje fiber. Dus dat is vrij makkelijk te halen. We gaan wat vleesjes killen. Vleesjes killen, zei ik dat nou? We gaan wat dino's killen voor vleesjes, ja. Dan ga ik een koud plekje opzoeken. Dat hokje is trouwens puur voor mij. Dat ei komt gewoon op de platform te liggen. Dat hokje is gewoon puur voor mij om warm te blijven. Er zit een kampvuurtje in. En ik heb flink wat food voor mezelf bij. Zodat ik daar geen last van heb. Dus ik ga vlees zoeken. Ik ga de koud plekje zoeken. En dan ben ik zo terug. Ik heb misschien mijn plekje gevonden. Maar ik weet het niet zeker. We gaan het eens proberen. In ieder geval is het buiten te koud. Want het is 0 graden. En er gaat ook nog eens regenen. Wordt daar kouder door? Ja, daar wordt het kouder door. Maar daar zou ik binnen geen last van moeten hebben. Alleen, hij laat de buitentemperatuur zien. En dat is vervelend. Want ik weet niet hoe warm het nu is. Maar het is wel warmer. Want ik ben niet meer freezing. Maar ik heb het alleen maar koud. Dus let's give it a try. Oh, wat is die groot. Ha. Is hij aan het incubaten? Oh god, hij gaat vliegen. Hij gaat vliegen. Nee. Plus. Volgens mij verliest hij geen health, maar hij incubate ook niet. Bah. Bah. En nog eens bah. Hij incubate niet, hè? Jawel, hij incubate. Echt heel erg langzaam. Oh my goodness, dit gaat lang duren. Oh. Nou, ik blijf dit wel een beetje doen. Jezus. wat als het vuurtje aanzetten? Oké, dan wordt het te warm, denk ik. Dus het vuurtje laten we uit. Ik maak me zorgen, want Egg Health gaat veel sneller als incubation. Volgens mij incubeert hij niet hoor. Het is hier trouwens ook weer ijskoud. God, god, god. Verdomme, hoe koud is het nu? Min 5, oh jeetje. En als ik nu naar een warmer plekje ga. Even kijken. Als ik hoger ga, dan wordt het weer warmer om een of andere reden. Hier zo bijvoorbeeld. 3 graden. Dat is kind of perfect. Laten we het nog eens proberen. Plus incubate. Oh ja, trouwens, als je aan het incubaten bent en je raapt het ei op, dan raak je progress niet kwijt. Dat is wel fijn. Ik geloof niet dat hij iets doet nu. Ik denk dat het zou wat te warm zijn. Ja. Oh, we moeten dit echt heel goed in de gaten houden.
Er gebeurt nog niks. Eigenlijk health gaat waarschijnlijk wel weer omlaag. 4 graden? Ja, het wordt warmer. Het wordt warmer. Prima, prima, prima. Ga ze door, ga ze door. Dan kunnen we nog... Oh, too cold, too cold. Oeh. Oprapen, want dan verliest die health als het too cold of too hot is. We wachten tot 5 graden is. En dan drop ik hem. Ik weet alleen niet hoe lang... Ah, 5 graden. There we go. Incubating. Plus. Ja, er gebeurt iets. We moeten het goed in de gaten houden, want als het 6 graden is, dan is het weer te koud. Of te warm bedoel ik. Of 7 graden bedoel ik. Bij 7 graden is het weer te warm. Dus. Nice. Dat betekent, daar linksboven zie je de tijd. Dat betekent dat we gemiddeld een half uur per dag, per 1 game dag, kunnen incubaten. Vreselijk. 7 graden. Hij is nog incubating. Zodra hij zegt too hot, dan rapen we hem meteen weer op. Ik heb gepoept, volgens mij. Of iemand heeft gepoept in die... Oh, too hot. Gaan we oprapen. 8 graden, oké. Okay. Nu ga ik weer proberen... Oh, wacht, 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 wacht. Nu wordt het dus warmer. En als ik hem nu... hier neergooi. Too hot, oké. Okay. Dan maakt dus eigenlijk geen flikker uit of je het binnen of buiten doet. Dan weten we dat. Dan gaan we weer een stukje naar het koude gebied. Hoe warm is het hier? Min 1 nog steeds. Dat is vrij vervelend. Ik denk dat ik even wacht tot wat later op de dag is. Dan... is het misschien wat warmer en dan kan ik misschien weer gaan incubaten. Dit wordt een heel lang avontuur. Ook voor mij. Dus ja, zeker voor mij. Dus het kan waarschijnlijk wel weer even duren voordat er een nieuwe ARK episode is. Maar daar moet je maar even geduld voor hebben dan. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik ga nieuwe plekjes zoeken waar ik misschien wat langer kan breeden. Of incubator bedoel ik. En dan, ja, zie ik je wel weer als ik iets te melden heb. Geen idee wanneer dat is. Wij staan weer in huis. Bij huis eigenlijk. En ik denk dat ik een oplossing heb gevonden. Volgens mij hebben we gewoon meer referentiegeters nodig. Dus ik zal eens kijken of ik er nog een paar kwijt kan hier. Ah, dat was luid. Ik hoop dat ze erin passen. Denk ik wel. Zo, hier nog eentje. Daar past er mooi nog één. Totally makes no sense at all. Oh gosh. Nou, deze nog. Crap. Dat was iets. Pak het. Ik zet hem daar. Oké. Okay. Het ei. Eerst het bord dicht. We hebben er hier nu 14. 14 airconditioners. Zijn er refrigerators? Weet ik niet meer. Maar ik bedoel in ieder geval airconditioners. Come on. Waarom duurt het ineens zo lang om mijn inventory te openen? Really? Jeetje. Man, man, man. Dit gaat slecht. Ik hoop niet dat het zo blijft. Jeez. Stomme recording. Oké. Okay. Op de grond. En nu maar kijken of er iets gebeurt.
En of datgene wat er gebeurt niet in de negatieve zin gebeurt. Ik heb geen idee. Ik zie niks. Wacht, gaat Eckhelft weer verder omlaag? Ik geloof het wel. Man, oh man, oh man. Ja, Eckhelft gaat verder omlaag. Dat is het dus ook niet. Nieuwe oplossing nodig. Beerbies. Ik heb een nieuw plan. Ik heb... Hypertyrannodon. In de sneeuwbiome heb ik een huisje neergezet. En met wat standing torches erbij en een campfire. En dat houdt hem nu lekker warm. Er staat incubating, maar het gaat nog niet al te hard. Dus ik doe nog een torch aan. Zo. En deze misschien ook nog. Als het s'nachts wat kouder wordt. Maar ik doe hem gewoon aan. Zo. Het is hier redelijk warm, denk ik. En ondertussen ben ik hier ook eten aan het koken. Zodat ik zelf niet verhonger, want mijn eten gaat hier vrij snel op. Nog steeds incubating. Het gaat heel erg langzaam, dat sowieso. Ik zie wel een beetje verschil. En health gaat niet meer omlaag. Ik heb eerst geprobeerd om een kwetsel, Jumbo Jet, heb ik er een generator op gezet. En hier twee airconditioners. Maar dat werkte niet helemaal. Omdat het ei er niet meer in kon, omdat dit hier allemaal stond. En toen moest de muur eruit en dan kon ik de muur niet meer terugzetten. Dus dat werkte niet, dus dat moet ik allemaal weer uit elkaar halen. Dus daarom ben ik hier bezig. En exact een moord kunnen doen voor een airconditioner. Steeds incubating. Is het kouder geworden? Nee. Maar ik ga denk ik toch nog wat hout hakken. Ik ga nog wat hout hakken en nog wat van die vuurtjes aansteken. Zo. Real quick even wat hout. Het is hier lekker warm. Volgens mij. Laat het paaien. Deze ook nog maar doen. Laat het paaien. Ik neem aan, hoe meer toortjes, hoe beter. Want zoveel verschil zal het toch niet. Oh, too hot. Gaan we twee vuurtjes uit. Incubating. Oké. Okay. Maar waarom duurt dit zo verschrikkelijk lang? Jeetje pietje. Het duurt echt heel lang. Pff. Ik ga eens even informatie opzoeken hoor. Ondertussen. Oh god. Uit. Sst. Science. Als ik tussen de recordings in, dan kijk ik een beetje video's. En die begon nu ineens al op zichzelf af te spelen. Dus... Oh god. Wat gebeurt er? Ik probeer iets op te zoeken. Oké. Okay. Speed up incubating. Gebeurt er al wat? Nauwelijks. Gestation speed. Is there a way to speed up gestation, incubation and maturation in single player? Oh god, wat gebeurt er? Alarm, alarm, scorpion. Ik pak mijn pistool erbij. Nog iets? Nee, oké, okay, dat dacht ik ook. Goed.
gaat nog goed. Ik geloof dat er wel iets gebeurt, maar het duurt echt gewoon super lang. Oh, wat? Wat is dat geluid eigenlijk? Ik hoor een soort zoemend geluid of zo. Ik denk dat het verschillende geluiden van vuurtjes zijn of zo. Maar, ik ben even aan het lezen hoor. Dus als ik een beetje stil ben, sorry. Houden jullie ondertussen voor mij het ei even in de gaten? Kijk even of incubation omlaag gaat. En of health omlaag gaat. En als health omlaag gaat, waarschuw het dan even. Oké. Oké, ik zie hier iets en dat ga ik denk ik even toepassen. Dus ik ben zo terug. En het gaat zeker niet sneller nu. Ik weet het niet. Er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Ofwel, het werkt niet. Ofwel, ik heb het opgefokt. Het zou zomaar kunnen dat ik... de multiplier, want het is een speed multiplier, dat ik die verkeerd om heb gedaan. Dus dat ik hem juist langer gemaakt heb in plaats van korter. Per ongeluk. Dus dat ga ik proberen aan te passen. En dan zie ik je zo wel weer terug, denk ik. Want het is dat of het is niks. When we're back at base. Ik geef het op. Het ei is op 1/3 van zijn health en nog steeds op 99% van zijn incubation. Dus moet nog steeds 99%. Dus dat duurt veel te lang. Ik moet dit allemaal uit elkaar peuteren. Oh, demolish. Doe er allemaal. Wat is dit? Zit er nog food in? Nee. Oké. Demolish. 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 Ja, repair. En daarna demolish. Ah, deze ook. Deze is ook beschadigd. Oh, dat zie je ook. Dat wist ik niet. Demolish. Demolish. Repair. En demolish. Deze ook. Cable. Demolish. En demolish. Oké, cool. Maar we hebben nog wel iets voor het einde van de episode. Er is namelijk in een update iets behoorlijk leuks toegevoegd. En daar gaan we eens even naar kijken. Het zit in de smiddy. Ik heb de engrams ervoor al geresearched. Ik ga eerst trouwens even dat elektronische polymer en kristal en zo in de fabricator stoppen. Zo. En dit mag daar lekker bij. Zo. Crap. Stone. Ik weet wat ik ermee moet. En dan hier ergens goede structures. Niet. Weapons, dat is hem. Attachments. Oh, die heb ik geleerd. Oh, oké. Nee, niet die. Primitive. Nee, want het is geen melee. Firearms. Nee. Ah, hier is in ieder geval de cannonball. En nu kun je het wel raden wat het is. Ja. Het is inderdaad een cannon, maar als ik hem nou eens kan vinden... Nee. Nee.
Nee. Nee. Nee. Nee. Dang it. Het is echt geen structuur hier. Crafting? Nee. Metal? Ah, zie je wel. Metal. 950 metal. Dat is minder. 200 fiber, dat is makkelijk. Height heb ik al. Thatch. 300 cementing paste. Nou, cementing paste. Zit dat niet hier allemaal? Hoeveel cementing paste moet ik nog? Stukjes metal. Oké, nog kleine... 190. 170. 169. Heb ik hier nog wat? En nog een beetje. En obsidian. Zo. Eens kijken wat ik nog meer heb. Ik hier ergens nog cementing paste zitten. Cementing paste, cementing paste. Ja hoor. Op T. Nog iets. Metal. Dat kan ik ook gelijk meenemen. Stekje voor stekje. Want metal is nogal zwaar. Hier zit geen metal meer. Nee. Tam, tam. Tam, tam. Wat doet dat touch hier? Get in there. Metal. Ja, ah, de touch. Daar heb ik nog 5 nodig. En 200. Bye-bye. Touch met fiber. Neem dit alles mee. Niet flintstone. Ook niet dit. Dat zit er gewoon hierbij. Ja. 200 fiber. En nog een stekje metal. Oh, wat? Crap. Verkeerd. Oh, crap. Laat me naar boven. Het gaat wel even duren voordat ik alle resources heb getransporteerd. Metal. Ik heb nog... Ah, ik moet nog twee keer heen en weer lopen. Met metal. Nu, nu, nu. Squirt. Dat is mijn metal alweer ver op, joh. Poeh. Moet ik alweer bijna nieuwe gaan halen. Laatste ladingje. Verkeerde kist. Zo. Oh crap, laat me erin. Oké. Okay. Oeps. Naar boven. Structures. Metal. Cannon. En nu weapons. Ammo. Oh, interesting. Goed, we hebben ons kanon. Gunpowder heb ik voorlopig al even genoeg. Cementing paste en meer metal. Dat zal weer eens niet. Even al mijn cementing paste bij elkaar schrapen. Is niet zoveel meer. Verder heb ik echt geen cementing paste meer zeker. Nee hè, crap. Moet ik dat ook weer gaan halen. Metal. Nu heb ik nog maar 200 metal over. Dat is een beetje weinig. Ja, nog 4 metal oors, maar daar kun je niet zoveel mee. Ik stel voor trouwens ook eens dat we eens een keer in Ark op wintersport gaan. En wat bedoel ik daarmee? Nou, het lijkt me gewoon eens leuk om gewoon met eigenlijk helemaal niks. Gewoon zeg maar vanaf scratch. Maar dan, ja, hoe zeg ik dat? Ik hou wel alles wat ik hier al heb. Maar dan ga ik gewoon in de snowbiome wonen. 2 cannonballs, nice. Dat is mijn cement. Hoeveel weeg die? 20 per stuk. Lol. Ze wegen gewoon zwaarder als het kanon zelf. Nou, oké. Okay. 5 keer zo zwaar als het kanon zelf. Gucci. En...
Eigenlijk moeten we nu gewoon een schip maken. Ja, ik denk dat een kwetsel te instabiel is om mee te schieten, dus... Oh shit, pss, dat was niet de bedoeling. Ik kwam even netjes terug parkeren. Zo. Goed, dan moeten we dus ook nog een raft hebben. Eens kijken wat we daarvoor nodig hebben. Ik ben er vrij zeker van dat we dat hier en nu kunnen maken. Even kijken. Engram. Nee, niet engrams. Die heb ik toch al geleerd. Craftables. Structures, geloof ik. Nee, het is misk. Wooden raft. 250 wood, 125 fiber en 75 height. Nou, even de mouse en wheel. Zo. Plus 10. Like that. Wood. Wood, 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 wood. Fiber? Nee, dat hadden we al. Dat hadden we al. Why? Nee, we hadden geen fiber. Wat zeg ik nou? Dat is mijn fiber best wel ver op. Maar we hebben een raft. Duur even om te craften, zo te zien. Jeez, Louise. Man. Sneller. 85 voor een raft. Oeh. Tering, Jantje. Dillo. You want some of this? There you go. you got some. Een dodo in de water. You're dead. Oh, hij staat gewoon instant neer. Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet meer. Oh, dat doet me denken aan ons oude refje dat daar ergens nog staat. Wat hebben we die genoemd? Hoe hebben we die ref genoemd? Deze wordt de... Oh. SS Spruce. SS Spruce, weet je wel. SS Spruce, ja. Prima. Het kanon. Oeh, tering. Die is groot. Even kijken hoor. Ah, die kan mooi zo. Zo, wel een beetje meer in het midden. Niet helemaal over de rand, maar wel zo. Staat hij goed recht? Ik geloof het wel. Anders kan ik hem nu nog draaien. Bam. Oké. Okay. Hold for aim options. Oh, vet. Ik ga hem niet in de balletje. How does it look? Aim up. Cool. Hoe hoog kan die? Zo, knetter. 45 graden ongeveer. Ja. Oh gosh. Laat me op mijn left. Oh nee, niet één left. Oh, grappig, dan draait hij. Aim down. Even aim down blijven doen. Hoe laag kan die? Best wel laag eigenlijk. Ook 45 graden naar beneden. Interesting. Oké. Okay. Even aim up blijven doen tot hij weer recht staat. Oké. Okay. Nog eentje. Yes. Kanonkogel erin. Eentje tegelijk kan er maar. Oké. Okay. Juste. Dan gaan we drive. Oh, dat is cool.
Lol. Dat gevonden. Ik ga die carbon ermee schieten. Sowieso. Ik hoop wel dat ik hem kan raken, doe. Zo. Oh. Ei. Oh. Ik moet misschien. Ah, crap. Draaien. Ja. Yeah. Oké. Okay. Aim right. Aim right. Aim right. Staat hij recht? Min of meer? Aim right. Ja, ja. Oh, ja. Oh, just missed it. grappig. En dat kostte me één kogel van 80 metal, 20 cement. Ik paste 4 obsidian. Nieuwe kogel. Capable of destroying heavy structures. Klinkt goed. Fire. Was dat raak? Oh, was dat... Dat was zo close. Maar je hebt wel overleefd. Daar ja. Wow. Oh, you want some of this? You want some of this hot action? Hot action? Oh, een meter ervoor. Waar is hij? Ah, hij is ondergedoken. Wat een slimmerik. Ah, ik kan hem niet vinden. Oké. Okay. Ligt aan mij of is de gamma teruggegaan? Ja, het ligt aan mij. Oké, okay, dat is ook weer verhelderend. Nou, Hogar. Tot zover het kanon. Niet stranden. Goed. Tot zover het kanon. Ik maak wel eens een keer. Eh? Oh, dat komt omdat ik hem natuurlijk geaimd heb. Huh. Maar goed, ooit. Ik merkte wel dat het dat ei iets sneller. Dat kwetsel ei iets sneller ging. Maar het was nog steeds heel erg langzaam. Terwijl ik praat, halen we die andere boot ook even op. Maar het was nog steeds te langzaam. En de egg health ging wel steeds verder achteruit. Dus vandaar dat we daar nu niet meer mee bezig, dat ik daar nu niet meer mee bezig ben met dat ei. Maar ooit zet ik die multiplier misschien wel eens op 1000 of zo. En dat ik het dan nog eens probeer, dan komt het misschien net goed. Waar is mijn boot eigenlijk? Oh daar. Ik ben er gewoon bij heel lopen. Oh. Sounds. Maar dat is dus niet voor nu. We brengen deze boot even naar huis. Rip lag. Daarnet ging het zo goed. Dat zag je zelf. Kom op. Weet je. Oké. Okay. 7 projectiles. Nee. Maar goed, ik heb wat ideeën. Het kwam eens. Hoe zeg ik dat? Kom op. Zo. Misschien iets beter praten. Ik weet wel het. Aha, ik heb het woord. Het viel me op. Het viel me op dat er eigenlijk alleen maar saaie dingen te doen waren. Die gewoon, zeg maar, dingen die je off-camera doet omdat ze saai zijn. En dat hoort eigenlijk niet. Dus daarom gaan we leuke dingen doen in de komende episodes.
En ik heb twee plannen, twee projecten. En dat is op wintersport in de snowbiome. Een soort van wintersport, dat is gewoon... Dan laat ik al mijn spullen thuis. En dan bouw ik een soort van heel nieuw bestaan op in de snowbiome. Zoiets. Dat is misschien wel grappig. Of ik maak gewoon een nieuwe mining base ofzo, dat ik daar allemaal metal vandaan haal. Kan ook nog. Ja, laten we daar in de volgende episode, laten we dan eens naar de snowbiome gaan. En allemaal, hoe heet het? Weet je? En er gewoon overal metal vandaan halen. En dan brengen we dat naar de vulkaan, naar die Industrial Forge. Dat is denk ik wel een leuk idee. Maar daarvoor moeten we fur armor hebben. Maar anders gaan we dood. Metal heb ik. Ik moet alleen mijn pelt pakken. En ik hoop dat ik genoeg heb. Ik heb iets van 300 pelt. Even kijken. Ik pak het allemaal. 312 pelt. En ik hoop echt dat dat genoeg is. Zo ja, dan reken ik gelijk even uit hoeveel ik precies nodig heb. Nou, daar kan ik er al 3 van craften, dus dat is een goed teken. Heb ik die? Nee, craft. Fur gauntlets. En ik heb net te weinig voor de boots waarschijnlijk. Of is het hide misschien? Ik hoop eigenlijk dat hide is. Het is pelt, jammer. 8 pelt nodig. Dus dat betekent dat je 320 pelt nodig hebt voor een volledige set. Oké, dan weet ik dat. Dit laat ik... Nee, dat gaat trouwens gelijk eventjes... Nou, die boots die kunnen we wel even laten. Hoewel ik dan misschien koude voeten krijg. En fur armor, dat is... Ik kan het misschien wel al raden. Maar dat geeft... insulation tegen kou. Dus dat is heel goed. Dat stoppen we hierbij. Ja, ik heb eigenlijk echt boots nodig. Zo. Wat komt er dan? De chest piece. De leggings. Dan eigenlijk de boots en dan de gauntlets. Maar de boots hebben we nog niet. Daar hebben we 8 pelt extra voor nodig. Dat is eigenlijk gewoon één beestje killen. En dan zelfs met een dino harvest al genoeg. Als je een beestje dat pelt dropt met een dino kill, dan krijg je minder height als dat je het met een tool doet. Dus daarom heb ik meestal de axe gebruikt toen ik dat ontdekte. Maar goed, dat zijn de plannen voor de volgende episode. Ik ga het gelijk even aandoen eigenlijk. Why not? Even kijken hoor, waar zijn het? Suits. Voor alles wat. Oh nee, ik wil geen chieftain hat. Dit wil ik. Juist. Access the inventory. Die inventory. Zo. Ik heb nog wel mijn flak boots, maar. Boeier. Wat is dit eigenlijk? Wat zit hierin? Oh, oké, okay. Seeds. Een Alpharex trophy. Leuk. Oké. Okay. Ziet er grappig uit. Oh, what crap. Huis. Come back. There we go. Dat is het voor deze episode. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je wel terug op Wintersport. Later.